Hey, superleuk dat je kijkt naar mijn YouTube kanaal. Ik heb een paar dingetjes gekocht van Catrice. Ik zal even kijken. Deze bijvoorbeeld. Die zijn van de nieuwe Limited Edition collectie. En ik was heel erg benieuwd of ze goed waren. En ik heb nog een paar dingetjes. Een lip booster was ik heel erg benieuwd naar. Want ik ben ook benieuwd of dat dan je lippen dikker maakt. Eyeliner heb ik. Een holographic loose powder. Zo'n highlighter. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Of die ook echt, of die ook echt holografisch is. Dus ik heb nu mijn foundation er al op zitten. Ik heb mijn wenkbrauwen er al op zitten. En het eerste wat ik dan ga doen is deze. En dit is een make-up freezing powder. En als je kijkt dan lijkt het ook alsof er van die waterdruppeltjes op zit. En dit is ook limited edition, maar dit is gewoon zo'n loose powder. Of een, gewoon zo'n transparante poeder. En er zit een spiegeltje nog boven. Dus deze ga ik nu even mee mijn gezicht afpoederen. Gewoon even een poederkwast. En er zit een spiegeltje in. Dus dat is mooi. En dan de groen doorheen. En dan even mijn onderogen eerst. Normaal gebruik ik die transparante poeder van NYX. Gewoon die HD vaste poeder. Die is ook gewoon wit. Alleen ik merk dat die poederiger is. Dus even kijken hoe ik deze pakt. Nou, hij ziet er wel goed uit. Ik zie hier dat ik een paar vlekjes heb, maar dat kan ook komen van mijn foundation. Ja, ik vind hem wel mooi. Kan ook natuurlijk niet heel veel mis zijn aan poeder. Ik vind die verpakking ook zo leuk trouwens. Gewoon deze heeft dan van die water drops. En van de fixing spray heeft hij dat ook hier zo. Dus dat is heel leuk. En nu heb ik dit gedaan. Ga ik even van camera af weer contour en blush doen. En dan kom ik bij jullie terug. Zo, ik heb nu een beetje contour en blush aangebracht. Hier op mijn hoofd en op mijn neus. Ik ga eerst highlighter aanbrengen. En dit is de Glow Holographic Loose Powder van Essence. Je ziet de verpakking is ook holographic. En deze staat ook in de limited edition lijn van Essence dus. En staat er verder nog wat op. Silky soft, lightweight, holographic loose powder. Leaves a captivating light effect on the skin and a smooth finish. Ik maak hem open. Oh! Er zit zo'n puffy in. Maar daarmee ga ik niet de poeder aanbrengen. Want nee, dat vind ik niet zo fijn. En er zitten van die... De gaatjes zitten dicht. Oh, er zit een sticker in. Hoe ga ik die eruit krijgen met deze nagels? Pincet. Hey, heb je allemaal van die... Hé, hey, je ziet het nu al. Beetje paarsig. En dan ga ik met mijn setting brush van Real Techniques... Ga ik een beetje door die poeder die eruit is gekomen. Ik heb nog nooit een loose... highlighter gehad. Maar ik weet ook niet waarom dat sponsje erbij zit. Ga ik nu even een beetje aanbrengen. Zo. Wow. Beetje onder mijn wenkbrauw. Wow. Zien jullie dat? Wow. Dit is zeker wel holographic. En hij is ook intens. Ik denk omdat het zo'n losse poeder is. Kijk even. Zo. Ik ben echt verbaasd. Mijn neus dan. Hij ziet wat minder. Maar als ik zo dichtbij. Zo. Het is wel heel mooi. Maar niet voor everyday denk ik. Maar deze highlighter. Ik ben echt verbaasd. Essence, you did a good job.
Ik ga hem nog in mijn ooghoek doen. Kijken hoe die wordt. Love it. Ik hou ervan. Echt. Volgende wat ik dan heb. Is een liquid liner van Catrice. Deze is niet van de limited edition collectie ofzo. Deze zit er gewoon in. En dat is de Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner 24 Hour Stay, denk ik. En dit is in de kleur Blackest Sabbath. Zo'n dun dingetje. Oh jongens, dit kan echt niet. Oh god. Het is echt verschrikkelijk hoe ik dit heb gedaan. Oh. Ik ga eerst nog even oefenen. Maar tot nu toe, voor iemand die het niet kan, vind ik hem fijn. Ja. Hij voelt wel een beetje, hij plakt nog een... Hij voelt wel een beetje, hij plakt nog een beetje. Maar dat valt wel mee eigenlijk. Dus. Dan breng ik nu eerst nog even wat mascara erover aan. En dan heb ik nog een lip booster. Dip Volumizing Lip Booster. En een fixing spray. Dus ik ben zo bij jullie terug. Nou, ik heb nu mascara aangebracht. Maar ja, sorry jongens, don't blame me voor mijn slechte eyeliner kunsten. Maar alsnog, als ik het wel zou kunnen, had ik hem vast fijn gevonden. Dus dit tot nu toe. Ik ga eerst even dit aanbrengen. Dit is ook niet een limited edition, maar deze zit ook gewoon in de lijn van Catrice. Maar volgens mij is deze wel nieuw, want ik heb hem nog nooit eerder gezien. En het is de Volumizing Lip Booster in de kleur 040 Nuts About Mary. En dat is deze lipkleur. Maar het is dus een Volumizing Lip Booster. Deze ga ik aanbrengen. En die zou je... Het is een soort lipgloss en die moet een volume boost geven. Dus daar gaat hij. Er stond in dat er menthol in zat, maar dat ruik je echt. Oh, poeh, het is echt een hele sterke geur. Wel heel fris, dat is wel fijn. Maar... Oeh, omdat hij in de verpakking... Oeh, omdat hij in de verpakking ook wat meer kleur leek te hebben. Ik vind het wel een mooie kleur. Maar wat stond er nou op? Ja, ben ik er weer. Ja. Maar er staat dus op dat je menthol zit erin, wat je ook echt ruikt. En with a cooling slight tightening effect. Tightening. Wat is dat? We zoeken het op. Oh, het gaat tintelen. Tightening. Tintelingen. Goh. Tintelingen. Dus, daar komen die tintelingen vandaan. Beetje dom. Maar het is... Het voelt wel koud of zo. Het geeft een koud gevoel. En het tintelt. En je ruikt die menthol heel sterk. Vooral als je het opdoet. Maar of mijn lippen nou ook een beetje een volumizing iets hebben. Ik heb vaak met lipgloss dat dan plakt. Maar dat vind ik nu heel erg meevallen. Ja, het enige, het voelt een beetje gekkig. Maar daar, dat zal straks vast wel meevallen. We gaan nu door naar het volgende product. En dat was ook van de Limited Edition 9 van Catrice. Van een make-up freezing line. En dit is een spray. En dit is gewoon een fixing spray. Lightweight spray that can be used for setting make-up as primer and as refreshment. Oh, ik was primer. Dat had ik ook wel willen gebruiken. Maar... Vergeten. Oké, ik ga even zo. En dan... Zo, deze is heel verfrissend. Oeh. Wel lekker. Lekker ook om je make-up mee op te frissen. Nou, dit is het eindresultaat. Dit heb ik met de
limited edition producten en een paar producten die ik wou testen gemaakt. Ik weet het, het kan niet. Oh, dat was een beetje veel weg. Ik weet het, het kan echt niet, maar ik doe mijn best. Oké, ik ga nog even alles bij langs wat ik ervan vond. Om te beginnen met de Makeup Freezing Line van Catrice. Deze vind ik heel fijn. Hij is gewoon, ja, het is gewoon een poeder. Er zit een spiegeltje in. En, oh, de productprijzen. Dat weet ik eigenlijk zo niet meer. Volgens mij was deze 5 of 4 euro. En deze ook zoiets. En deze ook 5 of 4 euro. En die andere twee producten waren onder de 5 euro. Dus ongeveer dat. Maar deze poeder, ja, het is gewoon een translucent powder. Ik vind dat het gezicht wel gewoon goed is afgepoederd. Ja, deze vind ik heel fijn en is echt een aanrader. Nou, en dan naar de highlighter. De Glow Holographic Loose Powder. Met dit dingetje erin. Nou, die is echt helemaal geweldig. Nog even één keer. Kijk even in mijn ooghoeken. Ik vind hem echt super leuk. Maar wat ik al eerder zei, ik zou hem niet voor elke dag gebruiken. Maar weet ik wanneer. Hij is gewoon echt heel leuk. En ook in de inner corner highlight is die gewoon heel leuk. Omdat hij zo intens is. Catrice Rocketeur. Geen limited edition dus. Maar deze vond ik wel echt heel fijn. Ook al kan ik het niet. Ik zal ermee moeten oefenen. Omdat dit ook veel vloeibaarder is dan gewoon zo'n stiftje. Maar ik vind het wel fijner. Want nu had ik meer het idee dat ik product had, zeg maar. Met die... waarom kan ik er nou niet opkomen? Kwastjes? Nee, hoe heet dat nou? Stiftjes? Stiftjes. Met die stiftjes, ik noem het gewoon stiftjes. Heb je gewoon soms dat je denkt van, huh, er komt niet zoveel meer af. En dan wil je die dop erop doen van meer pakken. Maar dat kan niet. Je moet er gewoon indruppelen. Maar dat. En daarom vind ik dit wel heel fijn. Alleen ik moet er dus nog een beetje mee oefenen. En dan zijn we bij de lippen gekomen. Alsnog wel heel leuk. Alleen of ik nou echt zo'n volumizing lip booster idee krijg. Mijn lippen zijn niet per se dikker of zo. Of nee, dat niet. Maar het voelt wel gewoon verfrissend. Maar die tinteling is wel een beetje irritant. En als laatste de fixing spray. De fixing spray was ook van de Limited Edition line. Alleen die vind ik niet zo lekker ruiken. Die vind ik niet zo fijn. Die zou ik dus ook niet aanraden. Maar ik vind dat niet... Ja, ik vind dat de fixing spray hoeft niet per se lekker te ruiken of zo. Maar hij moet ook niet stinken. En deze... Ja. Nee. En hij plakt. Dus dat vind ik niet zo fijn. Dan is dit wat ik met het product heb kunnen maken. En mijn favoriet is sowieso die holografische highlighter van Essence van de Limited Edition collectie. Ik vind hem gewoon zo vet en intens. Dus ja, die vind ik echt heel vet. En laat even weten wat jouw favoriet was. Vergeet niet te abonneren en te liken hier beneden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!